Goedemiddag. Het zonnetje schijnt weer heerlijk. En ik loop hier op het Florahof. En het Florahof is echt een heel leuk, bijzonder buurtje. Ik ben hier zelf om de hoek opgegroeid op de Offenweg. En het leuke van het Florahof is dat het een klein woonhofje is. Het zegt het eigenlijk al een beetje. Ik loop even snel een klein stukje erin. Er zijn hier zelfs, dat ga ik jullie even laten zien, heren achter mij heerlijk aan het tafeltennissen in hun pauze. Er ligt een klein speeltuintje. Nou, en je ziet hier eigenlijk gewoon rondom. Het is echt een hofje met een parkje in het midden. En gewoon leuke huizen. Beetje jaren 30 stijl, maar uiteraard wel veel jonger van bouwjaar. En we lopen even naar binnen. Wat ik zeg, dat hofje dat spreekt voor zich. Lekker autoluw, ideaal voor kinderen. En we gaan nu hier heel even naar binnen. Het is Florahof nummer 21. Ja. En hier is het entree. Het is echt een keurig verzorgd huis. En voorzien van alle gemakken. Leuke dubbele deuren naar de hal. En eigenlijk is het zo dat de woning is 2,5 meter uitgebouwd. Het ziet er eigenlijk allemaal hartstikke mooi en goed onderhouden uit. Moderne keuken erin. Moderne badkamer boven. Die is eigenlijk vrij recent vernieuwd. En wat gewoon hartstikke leuk is, is dat... We lopen gewoon door naar buiten. De achtertuin. Ik ga even met mijn ogen knijpen. En dat zegt al genoeg. Hij ligt echt super op de zon. Hij is vrij diep. En hierachter zit nog een grote schuur met dubbele deuren. De huidige eigenaar die rijdt de motor. Dus die wilde daar per se echt met de motor in kunnen. Ook dubbele deuren in de schuur. Of in de poort achter mij. Dus gemakkelijk voor mensen die of een grote scooter of een motor hebben. En achter mij ziet u de uitbouw. Dakkapel boven achterop gezet. Woning is eigenlijk gewoon af. Op de begane grondvloer ligt een mooi natuurstenen vloer met vloerverwarming. Het heeft boven 4 slaapkamers. Met op de zolder dus uiteraard een grote kamer met die dakkapel. Het is fantastisch gelegen. Het ligt achter de Voorstraat. Je loopt zo nog heel even naar het winkelcentrum, de Kerkstraat. En ideaal gewoon voor lekker een gezin met kinderen. Modern wonen, maar toch in het oude omgeving van Noordwijk binnen. Wie wil dat eigenlijk nou niet? Ik spreek uit ervaring dat het hier echt fantastisch is om op te groeien. Want wat ik al zei, om de hoek, ik heb hier zelf eigenlijk ook in het speeltuintje regelmatig nog gespeeld. Dus zegt u nou van jongens, dit lijkt me echt heel interessant. Maak dan een afspraak. Dan gaan we gewoon even snel mogelijk kijken. En wie weet is het wat voor u. Ik hoop je snel weer te zien. Tot ziens.